Tijdens de zorgberoepenrally in het UZ Gent is het de bedoeling om leerlingen op zoveel mogelijk afdelingen te laten meewerken. Want werken in de zorg is meer dan alleen maar verzorgen en met patiënten omgaan. Het is belangrijk om die mensen die nu nog een studiekeuze moeten maken, om die mee te nemen in het volledige zorgverhaal, in zijn verschillende aspecten en ze te tonen wat soort jobs kunnen aangeboden worden binnen die zorg. En ik denk ook dat het van belang is dat wij ons steentje bijdragen als UZ Gent om de zorgberoepen te promoten. En zo'n job in de zorgsector kan bijvoorbeeld ook op de sterilisatie zijn. Ik had nooit zo'n inzicht op deze job als nu, want ik zie vaak dat er mensen worden geopereerd, maar ik wist niet hoe dat ze die materialen steriliseerden en waar dat gebeurde en wanneer en hoe het gebeurde. Maar ook dat gaat er dan straks zien, dat geeft u een indicatie of dat iets steriel is of niet. De Zorgberoepenrally is een initiatief van de VZW Beroepenhuis. Die wordt gesteund door de stad Gent. We vinden het heel belangrijk dat leerlingen ook op het juiste moment een juiste studiekeuze kunnen maken. Zeker als het gaat over zorg. Zorg is een van de grootste sectoren qua tewerkstelling in de Gentse regio. En dat is ook een sector die we niet zomaar kunnen uitbesteden, gelukkig maar. Dus het is heel belangrijk dat ook voor de zorgsector leerlingen, jongeren, maar ook minder jongeren, heel concreet kunnen zien hoe gaat het hier eigenlijk aan toe, wat kan ik eigenlijk betekenen in de zorg, en daardoor voor een stuk ook verleid worden om die keuze ook te maken om voor de zorg te kunnen gaan. En de verleidingsdans, die lijkt te werken. Eigenlijk wil ik iets met muziek doen, een artiest worden, rockster of zoiets, maar na vandaag heb ik al een plan B gevonden en moest het muziek niet werken, dat ik tenminste hier kan terechtkomen om toch iets te kunnen doen met mijn leven. Of de twee combineren. Ja, dat zou een droom zijn.